te vroeg afgewend. Nou, kan dit. Het bordje staat niet goed. Okay. Wel mooi correct achter elkaar. Mooi de wending door. Afstanden correct. Keurig. Een 8. Absoluut een 8. Nummer 3 iets te laat. Nummer 4 snijdt af. Dat is jammer, want dat ziet de jury bij B. Voor mij is het in principe onzichtbaar. Dat is een 7. En er komt nog wel de folders bij, zie ik. Meekijken. Nu is het weer correct. Blijft toch een 7. Naast haar C-lijn. Heel mooi beeld dit, absoluut. Nummer 3 iets meer parallel houden. 7. Nummer 4 meer toerijden. Een 6 wordt ook meer voor de klasse M. Een 5, te klein en niet gelijk. Een 7. Kijk, is ook belangrijk dat de voorste kopruiter ook de proef kent. Een 5. Loperig en eerste loop van lijn. Dat is dan jammer, hè? De nummer 4 is dan daarin toch de zwakke schakel. Dat drukt dan meteen weer, het wordt dan een 6. Zeven voor het achterwaarts. Dit is ook een heel mooi viertal. Mooi bijpassende paarden. Absoluut een leuk viertal. Qua beweging van de paarden passen ze ook goed bij elkaar. Arbeidsdraf. 7 voor punt 11.
uitgestrekte stap moet actiever. Lossen door het lijf bij alle paarden. En 5. Hoofd op lonen bij C in arbeidsdraf. Keurig. Dat is een 8. Dit is absoluut te weinig. Schouder binnenwaarts. Vooral nummer 3 liep over de buitenschouder weg. Dat is een 5. Jammer van de spanning eventjes. Een 5. Jammer van de spanning. Nummer 2 over verkeerde galop. Dat moet ook eerder gevoeld worden hoor. Dit is jammer. Dit kost heel veel punten, want de afstanden zijn wel mooi. En op een kampioenschap kan je dit absoluut niet permitteren. Want elke punt die je verliest is verder weg van nummer 1. Een 5, en dan geef ik ook die 5 omdat ze niet herstelt. Afstanden weer netjes redelijk op lijn gebleven. Maar ja, die ene valt vanuit de verkeerde galop. Een 6. Aanspringen moet rustiger. Afstanden zijn mooi, daardoor dan nog die 6. Nummer 1 meer toerijden voor die middengalop. Nummer 2 ook, nummer 3 ook. Nummer 4 doet ook te weinig. Meer blijven rijden. Een 6. Nummer 1 te vroeg. Dit kan exacter, kan dit. Een 6. Mooi achter elkaar. Mooi gestart. Jammer van de nummer 2. Even storing. Eerder achter elkaar meteen. Dit duurt iets te lang. Dit is jammer. Folders waren wel correct gelijk. Ik ga toch nog naar die 7 toe. En de jury bij B zal het zeker met een 7 geven. Rustiger naartoe rijden. Oh, dan wordt het abrupt. Jammer dat het niet op AC-lijn staat. Het is te vroeg, maar wel correct naast elkaar. Anders was het een 8, nu een 7. Met de bemerking niet op AC-lijn. Algemene indruk van de paarden, gehoorzaamheid en de rust en behoud van levendigheid. Dan ga ik naar een 6, soms toch wel wat spanning. Algemene indruk, discipline in de baan, wijze van commanderen, presentatie 7. Uniformiteit, ziet er goed uit, 8. Tot kort op, ja, het is bijna om.